Woe! Eng. Let's go! Oh, je had ik al gesaved, hè? Welkom bij weer een nieuwe video van CrossHumps. Ik ben Jochen en ik ben vandaag samen met Robin, Juri en Dani natuurlijk. We zijn weer in Amarena 10 meter en we gaan vandaag verder tricks doen. Maar ook hebben wij een nieuw idee. We gaan namelijk met een airtrack 10 meter op. We hebben twee emmertjes met water. Die gaan we lekker over airtrack smijten en dan gaan we gewoon buikglijden van 10 meter als we durven. We gaan rustig opbouwen, eerst 3 meter en dan zien we wel of het goed gaat. En dan gaan we naar 5, als dat goed gaat. Gaan we naar 7, als dat goed gaat, gaan we naar 10. We gaan helemaal gek worden. We zien hoe het gaat, ik heb er zin in. Ja, gaat mooi worden. Onze CrossHumps legend is er ook bij, Nico. Ja, dat is al wel even geleden dat ik heb gezwommen. Dus, volgens mij hebben wij nog clips van jou dat je op je bike gaat in het water, van 6 jaar geleden. Ja, die is er nog wel. Als je ze kan vinden, hier komt ie. Nico, ja? Heb je een beetje moeite met die hoogte inschatten? Ja, is wel lastig. Doe voorzichtig, maatje. Komt goed. Ja. Ik heb geen idee of het goed gaat. Moet je gewoon gaan duiken dan? Ja, het is een airtrack, dus het is een slip en slide. Ja. Zou je maar, de rotatie aan krijgen voor full flip of backflip? Ja, als hij nat is, dan zou ik er niet op afzetten, want dan glij je gewoon weg. Ja, ja? Twee emmertjes water. Emmertjes water? Kan ik ook zo naar beneden springen? Dat zou ik niet doen. Ja, dat is helemaal niet. Gaan jullie inspringen of gaan jullie gelijk glijden? We gaan gelijk glijden. Vol gas. Ja man. Dan gaan we waarschijnlijk gewoon deaddiven. Ik heb nog nooit gedaddived, maar we zien hoe het gaat. Ik heb nooit beleefd deaddive. Nee, ik ook niet. Hoe wil je afzetten van een natte airtrack? Ja, ik ga dat proberen te deaddiven. Dat kan niet. Dan ga je al op je bek voor de slim zijn, Dani. Oh, wacht. Zeg dan nog eens, als we slim zijn. Dan breken we eerst even het water, dan kunnen we in ieder geval zien waar we landen. What? Wat? Je ziet nu echt gewoon alleen de bodem. Dan moet je wel heel slim zijn, ja. Oké, 3, 2, 1, let's go! Wat doet hij? Wat is dit? Hij ging gewoon plat op zijn nek, gast. Wat doet deze gast? Oh mijn god. Go! Bij die eerste sprong, ik ga al helemaal stuk. Ja, ik leen niet, dat was voor de stuiter. Ik wist dat het goed ging komen. Ja, ik wou achteruit glijden en dan duiken, zeg maar. En ik wist dat dat dan niet goed ging komen. Ga ik wel proberen dadelijk. Maar ik ging stuiteren per ongeluk. Dat was niet de bedoeling. Wat was het plan? Wat ga je doen? Zo, slijden achterover. En dan duiken. Oké, dus een beetje streven. Ja, dat zag wel vet uit. Maar nu moet jij. Nu moet ik, oh ja. Ik ga gewoon een nieuwe emmer overheen. Ik ga gewoon glijden hoor. Ik ga niet ik ga niet voor een ball-out of pull-out of wat het ook mag zijn. Ja, dat vind ik een beetje zwak. Oké. Ik vind het gewoon spannend ook, hè. Ja, snap ik. Ik kan er allereerst dead dive mijn hele leven. Ja, je moet voorzichtig glijden, anders ga je stuiten. Yo, ik wou een deadduif doen, ik heb opeens zieke front. Deadduif! Mag hij bijna een halve frontflip, bijna plat op zijn rug? Yo, ik wou een deadduif doen. Mag hij bijna een halve frontflip, bijna. Wat wou je doen? Ik wou eigenlijk gewoon een deadduif doen. Maar opeens had ik zieke rotatie, dus dat betekent dat we eigenlijk wel gewoon een flipper straks kunnen doen ofzo. We hebben gewoon rotatie. Wow, dat is wel vet, dit is wel vet. Ik heb echt een heel leuk idee, ik ga op mijn buik sliden, dan probeer ik een frontflip naar deaddive. Ik wou eigenlijk deaddiven, maar ik was al te ver of zo. Ik ging gewoon normaal duiven.
Ik heb nog nooit überhaupt frontflip naar duik gedaan. Ik dacht, zie het zelf. Ik dacht ik ga deadhuiven. Waarom ben je zo met de rotatie? Ik dacht, ik pak er gewoon extra rota bij. Ja, triple front. Sorry. Ik ging niet eens op mijn buik of mijn rug. Trippers. Ik heb geen zin om bij mijn eerste attempt gelijk al plat te gaan, dus. Ik ben echt bang. Ik vind het echt eng. Het is leuk. Ja, het is wel leuk. Frontflip. Nice! Live! Hoppa! Kom bij dan! Kom bij! Ja, een beetje overrotated. Nico! Dat viel gelukkig wel mee, maar het was ook niet ideaal. Dit is niet belangrijk. Hoe heb je hier rotatie uit? Ik dacht echt, ik heb geen rotatie. Ik wou een deadduif doen. Opeens ga ik bijna een frontflippen. Ja. Nog een keertje. Hé, mijn beurt. Ik wil graag, man. Ja, ik ook. Oké, okay, Jori, let's go. Jori! Wat de fuck? Ik ga het ook doen, gast. Gast, dribbel back daaruit. Bro, hoe werkte dat? Geen idee. Gooi eerst even een emmertje eroverheen. Ik ga gewoon scheven. Oké, Dani gaat weer. Yes. Oh! Dat was wel een soort dead dive. Lekker! Ja, ik wou frontflip naar het duik doen, maar dat is niet helemaal volgens plan. Ik ga gewoon kabel hard sliden, man. Oké, let's go, Robin. Oh, oh. Double front. Hoe dan? Oh, shit! dat ging zo soepel. Ja, hoe dan? Oh, double front. Huh? Ik ben een zek professional. Bro, ga gewoon quad fronthukken zo. Oh, dat doet wel pijn ook. Ja, vind je het gek, gast? Maar wat er de eerste keer fout is gegaan, meer dan dat kan niet fout gaan. Ja, Jochen, die vond het er zo leuk uitzien, die heeft nou ook zelf zin om te springen. Echt, ik baal, ik zou dit ook leuk vonden. Ja, toch? Kijk, normaal, wat wij doen, dat is een beetje. Ja, goed om. Ja, dat is helemaal goed. Nee. Hey, je loopt bijna met je kop op die rand, man. Nee, joh, dat valt wel mee, toch? Ik ga weer naar beneden. Valt dat mee? Volgens mij valt het helemaal niet mee. Waarom voelt die Brani zo gek? Ik wil eigenlijk Brani dan een backflip achteraan of zo, maar ik heb er echt nul vertrouwen in. Dus als we zo naar 5 gaan, geen idee dat het goed gaat. Ik denk dat Dani misschien Tsuki gaat proberen van de 5. Ik ga straks flippers proberen van de 5. Vanaf mijn buik. Alleen, dit is best wel hoog. Best wel knijterhoog al. Om met een airtrack te doen. Woe! Eng. Kijk hier, deze is goed, hè? Ja, dat is filmen. Okay, maar. Oh mijn god. Wow! Oké, dat was wel. Dat was wel vet. Hoppa! Hoe werkt dat? En doe ze even! Oh, die klets! Ja. Wat vind je. Ik weet nu niet goed. Wat vind je van dit idee? Ja, leuk. Goed. Ik vind het echt een top idee. Oké, mensen, we staan nu op de 5 meter. We staan nu 1 hoger, we stonden net daar. We stonden net daar op de 3, we staan nu op de 5. Ik ga voor de achteruitsluit, ja? Yes. De achteruitsluit. Eerst de balken vooruit inzetten, maar wat krijg je dan? Dan krijg je dit. Ja, dan ga je draaien en dan wil je hier een backflip maken. Hoe moet je hier een backflip maken? Nee, dus je moet gewoon rechtstreeks achteruit. Wat gaan wij nu doen? We gaan gewoon zo. Maar dan moet het niet gaan zoals Jury net, die ging stuiteren. We gaan gewoon zo, we gaan zo staan. Gaan we achteruit, gaan we rennen. En dan gaan we zo. En hoe ga je dan scheef? Dat kan niet. Ik sta ready. Emmer erop. Ik vind het eng, man. Als je wil, dan een lighter cinematic. Ja, ready? Oh, doe achteruit. Als ik het voor moet doen. Yes. Wow. Oh shit. Wow. Dat ging goed. Dat was wel eng. Ik vond het wel spannend.
Maar misschien kan ik hier een dubbel uithalen. Als dat goed gaat, dan kunnen we misschien 3 doen van 10. Let's go. Ik vind het echt eng. Snap ik, ik vind het ook doodeng. Oh, perfect! Oh! Oh! Double back! Was dat dubbel? Double back! Ik ga flippers gooien. Dat was vet. Let's go! Oh! Let's go! Ah, ik kijk jongen. Wat moet jij ervan? Ja, hij leeft nog. Hij dus leeft dat nog. Is mooi. Toch? Dat is mooi. Het is goed gegaan. Het zit van de 10 kan wel. Wow! Oh, die kan niet bijgaan. Wow! Wat was dat? Hij is glad. Hij zegt je moet niet op het randje gaan staan. Hij is goed gegaan. 3, 2, 1! Ik had niet de rotatie. Ik zou wel eens een ruglanding. Bro! Wat denk jij? Jouw lijn, hè? Handen op je rug. Ja, vol. Dat is leuk. Let's go. Ik land dus vol op mijn rug. Zoals je ziet is mijn rug een beetje kapot. Er is nog steeds van de Berg Pro 9, de trap waar ik zojuist 7 heb gedaan. En nu komt deze lekkere bovenop, dus mijn rug die heeft het zwaar. Die heeft het wel zwaar. Robin die gaat nou nog één keer flippers doen. Een setje voor zijn flippers in, zo meteen op de 10 meter. Gaat het? Beetje schip. Kan zo wel. Oké, Joeri nog een keer. Oh. Oh. Komt hij nou mee aan? Ja. Die had ik hard gesaved. Hé. Wat ga je doen, Robin? Nog wat flippers. Als deze goed gaat, ga ik flippers indoen. Als deze niet goed gaat, ja, dan ga ik knitten met de airtrack. Let's go! Ik weet het niet. Ik kan op zich makkelijk mijn tuk daar weer uitpakken en 3 flips maken. Maar ja, ga ik dan dood? Dat is de vraag. Nou, we gaan even terugkijken. Nee, het voelt al niet zo goed en dan... Oh, het voelt al niet zo goed en dan ziet het er ook nog eens niet zo heel goed uit. Ja, dan moeten we het maar niet doen, hè? En als de Mulder zegt, ik doe het niet, het is niet verstandig, dan is het ook echt niet verstandig. Oh! Dat was ook een mulder, of niet? Ja. Oké, dus ik deed net een dubbele salto. Ik weet niet of je een dubbele kan noemen, het was meer anderhalf. Ging niet helemaal volgens plan. Dus nu ga ik weer hetzelfde doen, maar gewoon een enkele salto. Want ja, ik heb toch geen rotatie, dus eentje moet wel lukken. En als ik daar een beetje weer vertrouwen in terugkrijg, want nu ben ik een beetje bang geworden, wil ik die eigenlijk van 10 meter doen en dan gewoon 1 flip. Ik vind het echt wel 1 gewoon, hè. Wow! Ze gaan nu naar de 7 meter. Laat even weten in de reacties wie jullie denken wie er nou gaat afhaken. Dus wie er niet durft. Oké, we zijn nu op 7 meter. En we gaan even zetten, ja? Even kijken. We gaan even zetten. Ja. Even preppen. Dus het gaat even zo. Preppen. Achteruit, anders ga ik scheef. Zo. Ja. En dan. Oké, dat ziet er goed uit. Tukken. Draaien. Ja, en daarna? Gewoon daarheen. Hey. En nu heb je wel gelijk water. En dan moet ik wel die emmer weer. Let's go. Gaat die gelijk? Emmer maar weer vullen. Kan ik gaan.
op ons klok. Jij landt op zich prima, toch? Ja. Dus we kunnen deze op 100 10 meter gaan doen. Let's go. Hey Juri, jij wil eigenlijk niet, hoor ik. Nou, ik vind het wel eng. Ja, ik ook. Vind het wel een beetje spannend. Ik denk dat ik gewoon scheid ga hebben en een dubbel sideflip ga inzetten. En nee, niet doen alsjeblieft, help. Sorry. Oké, okay, dubbel sideflip ook nog wel. Ja, ik denk dat als ik enkel doe, dat ik sowieso overga. Ja, dat wel. Dat sowieso. Dus, ik denk dat ik gewoon hetzelfde als Dani ga doen. Ja? Ja. Ik wil die van 10 doen, man. Ik ben helemaal ready. Ik wil daarin. Ja, joh. Ja. Oké, okay, let's go. Dat was ziek. Dat is wel heel ziek. Ik landde echt precies achter de bubbels. Daar had ik helemaal niks aan. Oh, moeder. Dat is wel hoog, hè? Oh. Dat is wel hoog. Ja, maar... Eerst durfde ik hier gewoon vanaf te springen, maar sinds dat ik die triple side op mijn rug ben gewoon, vind ik het best wel eng. Alright. 2, 3. Oh! Ik ben al de hele tijd aan het stuiteren. En dan moet ik dit gaan doen. Nou, komt goed. Komt helemaal goed. Geen stress. Oh! Oh! Oh. Hoppa, erop erin. Don't spill water, boys. Hoppa, hij ligt er echt mooi bij. Hij glinstert ook mooi op het licht zo. En die bubbel moet aan! 3, 2, 1. Oh! Hij doet het! Goeie landing of niet? Ja, als ik hem niet had uitgedraaid, dan was ik vol mijn rug gegaan. Netjes. Ja. Oh, dat was eng. Maar volgens mij wil Dani van de 10 meter af. Lijkt erop dat ik nu hier in mijn eentje sta, op de 7 meter plateau. Mooi airtrack. En eigenlijk wil ik gewoon naar boven, daarheen. Maar in mijn eentje wordt het een beetje moeilijk. Dus ik ga afwachten op de boys. Dan gaan we naar 10 meter. En dan ga ik de achteruit slide doen, en een backflip. En hopelijk gaat dat goed. Let's go. Dani, kan je hem doen? Ja, ik wil naar 10. Oh, Dani wil naar de 10. Ik wil naar 10. Dani wil naar de 10, die is super enthousiast. Die staat helemaal te springen, die wil naar de 10. Maar de rest, denk niet dat ze het kan doen. Oké, okay, het plan. Het plan. Ik ben hier klaar. 7,5 vond ik mooi geweest. Dani is er nog niet klaar mee. Haar. Wow. Als enige. Dani, ja, ik ben nog niet klaar. Ik wil gewoon even een mooie backslide zo. Hoppa, tukken, backflip. En ja, dat is het idee. Gaat helemaal goed komen en dan ben ik ook al klaar. Oh, gaat helemaal goed, let's go. Oké, okay. Ready? 3, 2, kut. 2, 1. Oh. Fucking flat! Ik had niet verwacht na het ongeluk van 5 meter dat ik deze nog zou doen. Ja, die kijk, jongen. Het was wel vet. Bedankt voor het kijken in deze video. We leven allemaal nog. Was zeker een vet idee. En er komen veel meer gekke ideeën aan. Ik zie jullie in de volgende video. Ciao!